En dan nu? Eigenlijk is het soms beter om een eerste vormbepaling niet al te ingewikkeld te maken. Dit om te voorkomen dat we het overzicht kwijtraken en de vormbepaling uiteindelijk volledig nutteloos zou worden. Hallo kijkers. Vandaag ga ik het met u hebben over de nieuwe digitale informatieborden die er langs sommige invalswegen in Nijmegen neergezet zijn. En we beginnen in Lent. Daar staat namelijk één van die borden. Er komen er in totaal 7, er staan er al 4 en in oktober en november is de pilot. Daar is het bord. En dan gaan we nu kijken hoe snel je dat kunt zien en hoe je dat waarneemt. Je let hier op het verkeer. Ik ga hier af. Ik kan nu het bord zien, maar ik moet ook op de drempeltjes letten. En dan zie ik dat rechtdoor iets in het oranje staat. Dit was de tijd die ik nodig had om dit bord te lezen en te snappen. U ziet nu hoe weinig tijd er is om de informatie op dat ene bord te lezen. Ik snap er helemaal niets van. Gelukkig stond er in de brug van vorige week een pagina grote uitleg. En toen begreep ik de tekening wel, maar geen enkele automobilist kan met 50 km per uur deze hoeveelheid aan informatie lezen, zich oriënteren, de kleuren interpreteren en ernaar handelen. Ik ben ook even langs de andere drie borden gereden. Die bij Neerbos staat uit. En die langs de Neerbosweg, net over het kanaal, staat ook uit. Komt u vanuit Arnhem, dan ziet u dit. Komt u vanuit de snelweg vanuit Beuningen, dan zou u dit zien. Bij Neerbos zou dit op het bord staan en vanuit Malden krijgt u dit fantastische schema te zien. Bij Malden ben ik er iets dichterbij gaan staan. Het vereist mega kaartleesinzicht om dit te kunnen begrijpen. De pilot duurt 2 maanden. Ergens in december en januari wordt er vast en zeker geëvalueerd. Ik vind ze levensgevaarlijk, ze zaaien nutteloze verwarring en ze leiden af van het verkeer. Bedankt voor het opletten en tot de volgende week. De Annastraat is file tot aan het Keizer-Karenplein. Dit is de nieuwe, dit is de oversteek, dit is de Waalbrug. En dan hebben we hier naar de A50 en de A gezien. Want als het rood is, dan is het helemaal erg.